Ik ben Eugene Morris Jerome. En ik ben vastbesloten om 3 dingen te doen in deze oorlog. Een schrijver worden, overleven en mijn maagdelijkheid verliezen. Roy Selridge is ervan overtuigd dat hij een geweldig gevoel voor humor heeft. Joseph Wyckoffski. Hij heeft een maag als een geit en eet alles. Don Carney is een prima kerel. Totdat iemand zo stom was hem te vertellen dat hij kon zingen als Perry Como. Arnold Epstein. Hij leest veel. Zijn grootste gebrek is dat hij niet in staat is om voedsel sterker dan hardgekookte eieren te verteren. James Hennessy is een aardige kerel die ingedeeld werd in onze compagnie. Sergeant Toomey noemt zichzelf een intelligente, meelevende en sympathieke leraar voor ruwe jonge mannen. Daisy Hannigan is een meisje dat dezelfde naam draagt als het hoofdpersonage uit The Great Gatsby. Rowena is geboren in Gulfport en woont daar samen met haar man. Als bijverdienste prostitueert ze zich voor de recruten van het Amerikaanse leger.